Dode Kunstenaar is een idee dat is ontstaan omdat ik vorig jaar in 2015 me ineens realiseerde dat mijn vader, Joost Sikking, van het oeuvre zitten we hier nu tussen, dit jaar 30 jaar geleden overleden is. En toen dacht ik van nou, daar moeten we wel wat mee doen. Want sinds het overlijden van mijn moeder in 96, en zij heeft nog een monografie uitgebracht van zijn werk, zoals dit boek, ze heeft veel werk gedaan, is eigenlijk niks meer gebeurd. En staat het, nou, zoals je kunt zien, hier opgeslagen. Toen ben ik een rondje gaan maken, ben vrijwel overal geweest bij instanties en mensen die iets met Tilburgse kunst hebben. Er is geen ruimte. De muren zijn hoog in Tilburg, maar niet om schilderijen aan te hangen. Waarop ik bedacht, nou goed, dan doen we het anders. Want we zijn wel welkom in Maastricht. Maar terwijl dat liep, sprak ik met kinderen van andere overleden kunstenaars. En kwam ik erachter, dit is een dilemma, wat we allemaal hebben. We hebben allemaal werk op zolders, in containers, soms staat het te schimmelen of weg te rotten, van onze overleden vaders en moeders in sommige gevallen. En we kunnen er nergens mee terecht. Wat doe je dan met dat werk? Musea willen het niet, want voor musea is het veel te duur. En die zetten het vervolgens ook alleen maar in een depot. Dus wat doe je dan? Vernietigen? Wachten tot de tijd het voor je oplost, tot het zichzelf heeft vernietigd? Ga je het digitaliseren en op die manier bewaren? Dus dan komt er een heleboel komt er naar boven. Er zijn een heleboel antwoorden op te geven. Maar je zit ook altijd als kind, dochter in mijn geval, van die overleden kunstenaar, met ook een emotioneel probleem. Het is namelijk het levenswerk van je vader. Dat geef je dus ook niet zomaar weg. Hoe ga je daarmee om? Nou, met dat in het achterhoofd is die tentoonstelling in Maastricht gemaakt. Die is niet voor niks dus ook op een notariskantoor gedaan. Want notarissen gaan over erfenissen. En in dat proces kwamen we dus ook op het idee dedodekunstenaar.nl. Daar vallen alle overleden kunstenaars onder, waarvan de erfgenamen met dit soort problemen zitten. En daar hebben we een aantal bijeenkomsten over georganiseerd. Wat we daarmee willen is, om te beginnen, is het eigenlijk een soort onderzoek naar kijken hoe hou je het werk van de dode kunstenaar levend. En dat onderzoek, dat doe je niet alleen, dat doe je met verschillende mensen. En dan moet je ook gaan kijken, is het waard om levend te blijven? Reageert er nog iemand op? Of is het oude meuk die weg kan? Je moet een kerncollectie gaan samenstellen. Je moet heel goed archiveren wat je hebt. En je moet daar met al die mensen, met studenten, maar ook met experts en kunsthistorici en mensen die zich met erfgoed bezighouden, moet je dat gesprek aangaan. En met kinderen van andere overleden kunstenaars die met hetzelfde probleem zitten en die er allemaal net iets anders mee omgaan. Maar door daar met elkaar over te praten en uit te proberen wat werkt en wat werkt niet, kom je daar wel achter. Dan bespreek je je dilemma's en dan ga je er allebei weer over nadenken. En samen ben je sterker. Ik vind het heel leuk wat hier nu gebeurt. Een film over Joost en de dode kunstenaar. Dat is ook een van de dingen die we graag willen. Dat studenten ermee bezig gaan, dat jonge kunstenaars mee aan de haal gaan. Van wat betekent dat werk nu nog voor hun? Wat is een dode kunstenaar voor hun? En ook levende kunstenaars, die beginnen zich ook af te vragen, ja, ik maak dat allemaal wel, maar wat als ik er niet meer ben?